받으면 Vaiguru Chika Kalsa, Vaiguru Chika Fate. Start. Kom maar op de rug liggen. Remember. Sterke focus op het punt tussen je wenkbrauwen gedurende de volledige kriya, samen met de mantra in op sat uit op naam. Bij de vuurademing gebruik je de mantra sa ta na ma of wa he guru, kan je ook gebruiken. Adem diep in. En uit. Gaan we dat een paar keer doen. Hè. Starten. Stretch pose, vuurademing. En na de middel te beginnen.
Moelabanda. En uit. Knees to the chest, head to the knees, breath of fire. Kom in de houding. Spijsvertering. Ja, we starten. En Moelabanda. En het zijn schommel in mijn recht. Easy pose. Ego eradicator with bread of fire. Mm.
Adem in, kom er in de houding, armen op 60 graden. Adem in. En start maar. En Mula Bandha. Breng mijn benen maar uit elkaar. Life, nerve, stretch. Both sides. Op je zitbeenknoppeltjes. Het hangt goed uitgelijnd zitten. Elke keer die uitlijning is heel belangrijk. In naar boven, uit naar beneden. Naar de min, kom in de houding. En het.
Mulabandha. Tenen maar vast. Onthoud die focus en die mantra, dat is heel belangrijk. Dat is Kundalini Yoga, dat wil zeggen dat yoga is waar je alles toepast, alle technieken, concentratie, meditatie, mantra, asana. Alles mooi uitgelijnd en heel bewust vanuit je bekken ga je naar beneden. Adem in. Mulabandha.
weer samen glijden. Kom maar in easy pose. Op je zit mijn knobbeltjes. Blijf heel dicht bij jezelf. Very close to yourself. Feel what is happening in your body and in your mind. In mijn hollerig, uit mijn bollerig. Spinal flex. Go. En mijn banden. Pose.
Spinal flex and rock pose. And we'll start. Let's go. En Mula Bandha. Spinal twist and rock pose. Kom er in de houding. Adem in. Uit naar de schouders. En naar links, uit naar rechts. Let's go.
En Mula Bandha. Uit, ontspan maar even. Elbow lifts in rock pose. Kom er in de houding. En we gaan starten in de bovenuit naar beneden. En Mula Bandha. Uit. Helemaal uit, helemaal uit, helemaal uit. Volledig uit, volledig uit. Stop even. En.
chops, hand mudra, venus lock. Namastarte. Banden. En adem uit. Kom maar uit de houding. Easy pose. Of swastika asana. Een van de vier most important asanas in Hatha Yoga. Alternate shoulder lifts, and then both shoulder lifts. Hands on your knees. Let's get started. Yep.
Wissel. Boat. Mulle banden. Head shaking. En naar links, uit naar rechts. Start. Wissel. En mijn banden.
focus, houd die focus. Zoek dat licht. Dat lichtpuntje. Voel je navel op en neer gaan. En op zatheid op naam. Je handen maar glijden over je benen, naast je lichaam om je recht te helpen. De kikker. Vierenvijftig keer. Adem in. Uit. Vierenvijftig adem in. Mulabanda. En adem uit. En ontspan. Savasana. Diep ontspanning. Ook een heel belangrijke asana.
Volg maar je ademhaling. Ontspan vanaf je tenen tot helemaal van boven. Stukje per stukje. Terwijl dat je ademhaling blijft volgen. Thank you.
Langzaam terugkeren door bewust te worden van je ademhaling. Voel maar die adem, die zuurstof, die prana die binnenkomt via je neus. Over je keel, je longen en je wordt langzaam bewust van je lichaam en je lichaam te voelen, je tenen, je voeten. Enkels en je benen. En beweeg dan pas. En voel je vingers. Je handen en je polsen. Je arm. En beweeg dan pas. Voel je armen glijden over de grond, ze gaan helemaal naar achter, achter je hoofd. Strek je maar uit. En doe dan maar langs beide kanten, cat stretch. Telkens een tegenovergestelde richting van je strekking.
beide voetzolen tegen elkaar voelt die aanraking. En beide handpalmen tegen elkaar voelt dat maar. En begin maar te wrijven in je voeten, je handen. Richting borst, hoofd richting knieën en omhels jezelf maar. Voel dat maar allemaal gebeuren. Nou, heel veel van jezelf. Zodat je heel veel van anderen ook kan houden. Onvoorwaardelijk, wetend dat alles één is. Schommel je maar recht voor de meditatie. Mooie rechte rug. Je kan kiezen welke versie dat je gaat doen om te zitten. Gewoon easy pose. Swastika asana. Lotus houding. Yoni houding. Smeer je hielen. Tegen je perineum, andere net boven je geslachtsdeel. Voor de mannen. En start. Adem in. Konkar Satnama. Sriwa Hengru Hekonkar Satnama 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 Sriwa Hengru
Ekankar Satnam Sri Wahai Guru. 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 Ekankar Satnam Sri Wahai
Negro Konkara Satnam Sriwa Egro 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 Adem in. Uit, helemaal uit, volledig uit. Adem vast, Mula Bandha. In. Mula Bandha.
En moele banden. Uit. Moele banden. En de banden. En moela panda. En uit. En adem in. En uit. En even terugkomen. Meditatiehoudingen, die asanas. Deze houding waar ik nu in zit. Lotushouding. Want dan heb je die. Voor de mannen is dat Pyreneeum. En de andere hiel. Het is net boven je slaapsteel. Voor de vrouwen zit de linkerhiel tegen de opening van de vagina en de rechterhiel is er net boven tegen de clitoris zit die gedrukt. Dat is de yoni mudra voor de vrouwen. Moet maar allemaal een keer proberen. Het zijn de belangrijkste asanas bij Hatha Yoga, traditionele Hatha Yoga. Allemaal een keer proberen. We gaan langzaam afsluiten. Sun, shine upon you. All love surround you. And love.
Waiguru Chika Kalsa, Waiguru Chika Fateh. Maak er een mooie, prachtige avond nog van. En morgen zijn we er weer. Met de laatste dag van de 40 dagen. Waiguru. Het zat een... Allemaal super goed volhouden. Morgen 40 dagen, hè. Je hebt 40 dagen nodig om een gewoonte aan te leren. 40 dagen om iets af te leren. Iets wat dan niet meer bij jou past. En je hebt je lichaam zo sterk gemaakt nu, gedurende al die dagen. En ik daag jullie uit om gewoon verder te doen. Ik ga zelf geen filmpjes meer plaatsen, maar ik doe verder. Nog een keer 40 dagen, de volle tijd van de asanas. Jullie zijn dat nu gewoon, want je lichaam is er helemaal naartoe, helemaal gesterkt. En daarna nog een keer 40 dagen, dezelfde. Dus samen 120 dagen. Elke dag 10 bodies. En je merkt nu al, na bijna 40 dagen, hoe meer in evenwicht dat je bent. En zo echt voor jezelf, je moet dat doen voor jezelf. Voor mij moet je dat niet doen, hè. Maar gewoon voor jezelf. Je hebt je lichaam zo gesterkt, dat nu de moment is gewoon om verder te doen. Gewoon doe er nog een keer 40 dagen bij voor jezelf. Ik ga één keer in de week de 10 bodies nog een keer posten van mijn eigen proces, want ik zit ook in mijn eigen proces. Ik stel me heel kwetsbaar op om mijn eigen proces te filmen. Maar ik doe dat één keer in de week nu, vanaf nu. Dus voor de mensen die dan nog een keer 40 dagen willen bijdoen, let me know. Zet er een commentaarje onder. Als je iets support nodig hebt, let me know. Stuur me een berichtje. Ik sta altijd klaar ervoor om jullie te ondersteunen in jullie proces. In de goede en de moeilijke tijden. Als je me vragen zet, houd u niet in om dat te vragen. Hè. Het is mijn job. Ik ben ervoor uitgekozen om dat te doen, om Kundalini Yoga te geven. Dat is echt Waheguru. Let me know. I'm there for you. Waheguru.